Vandaag is eigenlijk de bedoeling dat we enerzijds een klein beetje terugblikken en dat we vanuit de ambassade heel goed kunnen zeggen, kijk, dit is nu wat we de afgelopen 2 jaar rond die moeilijke thema's met heel veel partners op poten hebben gezet. Dat we tegelijkertijd ons terug voeden en genoeg geïnspireerd worden door sprekers die met een heel breed discours gaan komen. Daarom gaan we echt een volle uur in debat met verschillende experten rond die thema's. Wat zijn de thema's die dat op dit moment aan de orde zijn in de samenleving om kinderen en jongeren te versterken? En wij zijn eigenlijk uitgekomen op 4 thema's: leren, werk, armoede en ruimte. We willen niet dat beleid met allerlei moeilijkheden naar het jeugdwerk komt en zegt, los dat eens op, jullie hebben een goed contact met jongeren. Ik denk dat de uitdaging voor jeugdwerk vandaag ligt in het leren meer stadsgericht te werken. Het probleem armoede. We mogen alle beste bedoelingen van de wereld hebben. Ja, als we niet structurele steun krijgen vanuit politiek niveau, gaan we het probleem armoede niet oplossen. Dat we echt jongeren hebben die van alles willen proeven en zich niet duurzaam willen engageren. In de namiddag willen we enerzijds een paar projecten van partners rond armoede, werk, leren en ruimte in de kijker zetten en tegelijkertijd terug alweer vooruitkijken naar en wat nu. Wat is uw rol? Ik heb 1 quote gezet en dat is wie durft te beweren dat we gelijke kansen bieden aan de jongeren die ligt. En als het gaat over een bras maken, laat ons daar maar over een bras maken. Het schudden met je poep maakt nu een grote buiging. Ik ben bang!